Het lijkt erop dat het herenakkoord tussen Groningen en Friesland zijn beste tijd heeft gehad. In het eind van de jaren 80 maakten de provincies enkele afspraken over het hoger onderwijs in het noorden. Een van de afspraken was dat de tweede graads lerarenopleiding naar Leeuwarden zou verhuizen. Anno 2008 is die afspraak volgens de middelbare scholen in Groningen achterhaald. Steeds minder scholieren willen vakleraar worden en men wil al helemaal niet te ver reizen voor deze opleiding. Natuurlijk, het lerarenberoep heeft aan aanzien verloren. Daar wordt heel hard aan gewerkt om dat weer op te vijzelen in ons land. Dus dat komt wel in orde. Maar ja, de opleidingsplaats voor leraren is Leeuwarden, hier in het noorden. En ik merk aan onze leerlingen die nu HAVO 5 zitten, en de afgelopen jaren hebben we dat dus goed onderzocht, die kiezen niet voor Leeuwarden voor een opleiding. En als ze al in Leeuwarden willen studeren, dan kiezen ze een leuke opleiding als bijvoorbeeld de hotelopleidingen of communicatie. Maar meestal gaan ze naar Groningen, want Groningen is dé studentenstad van het noorden. Om het tij te keren zijn verschillende scholen na aan het denken over manieren om de drempel te verlagen. Ja, hoe ver zijn die plannen? Nou, met de openbare scholen voor voortgezet onderwijs van Groningen, dat zijn er 5, waaronder het Zernike College, hebben we afgesproken dat we met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gaan praten om te kijken of we niet een pilot kunnen starten om het eerste jaar voor een heel groot deel hier in Groningen te laten plaatsvinden in de scholen. Door mensen uit Leeuwarden, maar ook door de mensen die in de scholen werken. Op de Hanze Hogeschool werd met enige scepsis gereageerd op het nieuws. Ze vinden het niet alleen een probleem van het noorden dat de lerarenopleidingen slecht presteren. Je moet je wel realiseren dat het opzetten van nieuwe lerarenopleidingen, dat je het dan direct wel hebt om flinke aantallen, wil het ook te exploiteren zijn. Het helpt niet alsof 5 mensen voor het ene vak en 5 mensen voor het andere vak jaarlijks kiezen. Het moet echt om forse aantallen gaan. Wij zijn volledig bereid dat te gaan onderzoeken met anderen om te kijken of we in Groningen zo'n aantrekkelijk mogelijk aanbod kunnen doen. De Hanze Hogeschool doet echter de deur nog niet helemaal dicht. Het herenakkoord mag in de toekomst al helemaal geen beperking meer zijn om het lerarenonderwijs in het noorden te verbeteren. Het is op zich heel apart dat in een stad als Groningen, die eigenlijk alle opleidingen heeft, geen lerarenopleidingen heeft. Maar goed, dat heeft de politiek destijds besloten. En je kunt dat ook niet zomaar weer terugdraaien. Daar heb je de politiek ook weer voor nodig. Het beste is dan om te gaan samenwerken, zodat alle partijen zeggen, ja, zo moet het. Dan heb je de meeste kans dat het slaagt. Ja, en dus daarmee zou je kunnen zeggen, dat herenakkoord mag wel een beetje ter discussie gesteld worden. Voor mij mag het herenakkoord helemaal ter discussie.